Mensen van mobilisatie tot monument. Dat is de titel van de achtdaagse expositie die Heemkundekring Veggelen samen met groetenuitveggel.nl organiseert. Een tentoonstelling over de periode 1939 tot 1959. Mensen kunnen in ieder geval 75 foto's zien, omdat het 75 jaar geleden is, van Johan van Eert, van die periode. En daarnaast zijn er maquettes te zien. Er zijn, zoals we hier zien op de achtergrond, allerlei oude documenten en plakaten te zien. En vooral zijn er heel veel verhalen. Verhalen van mensen, dus van de gewone mensen, de gewone burgers, ouders, kinderen, gemobiliseerde soldaten. Die iets vertellen over de sfeer en de geest van die tijd. Dat laatste wordt treffend verwoord door mevrouw Van Ballengooien, die, zoals ze zelf zei, na de oorlog als bleekneusje in Veggel onderdak vond. En toen kwam ik bij de familie van Brugge, Veekens. Mijn moeder, mijn oma heette ook Veekens. En daar had ik het heel erg goed en we speelden, we hadden lol, de hele oorlog vergeten. En daarnaast stond die molen, daar hebben we ook veel gespeeld. Ik heb in mijn herinnering dat die jongens van hun op die zakken meel naar beneden kwamen. Nou weet ik niet of ik dat heb verzonnen of dat het echt zo was, maar ik zie het zo voor me. En nu komt u hier en nu ziet u dit op, op tekening. Het gaat allemaal weer leven, hè? Maar ik had wel verschrikkelijk heimwee, overdags niet hoor. Maar 's avonds had ik ontzettende heimwee, ik huilde. Maar overdag was ik dat weer helemaal kwijt. Als u dit nu ziet, komt er dan ook niet een traan ergens in uw ogen op? Nou, er is wel een emotioneel gevoel. Ja, toch wel. Ja. Ook de onlangs opgerichte stichting Struikelstenen Meijerijstad presenteert zich op deze tentoonstelling. Nou, we willen met de stichting ervoor zorgen dat de herinnering aan Joodse slachtoffers in Meijerijstad dat die blijvend in herinnering worden gehouden. En dat doen wij door middel van het leggen van struikelsteentjes. Een struikelsteen is eigenlijk een steentje van 10 bij 10 centimeter met een messing plaatje erop. Waarop een naam staat gegraveerd van de persoon, van het slachtoffer, deportatiedatum, maar ook datum en plaats van overlijden. En het is de bedoeling dat die in het trottoir worden gelegd, zodat je er, als je er naartoe loopt, ook even bij stil kunt blijven staan. Waarom moeten de mensen deze tentoonstelling echt zien? Omdat het heel veel zegt over de sfeer uit die tijd. De verhalen die spreken heel erg tot de verbeelding. En we moeten leren van de historie. We moeten weten van, als er bepaalde ontwikkelingen zijn, dan gaat dat ergens naartoe. En dit willen we nooit meer. Zoals die ene moeder zei, Jungske, bid maar dat dit nooit meer gaat gebeuren.